Nije Lenner, vlakbij Wolvegeer. Nog geen 300 inwenners. Waaronder deze twee bestuursleden van de plaatselijke ijsclub. Vol verwachting stappen ze van de morgen de baan op om te zien hoe dik de ijsvlier nou is. Dik 3,5 centimeter, haast 4 centimeter. Dat leidt er op het moment al in. Dit is wel een mooi begin voor morgen jong. Je moet wat wel aan. Weet waar het morgen jong wel aan hebben. Want Joost het vannacht ook een rare vast. En we met een 5 hebben, dan is het vertrouwd. Kwattebaanrieden. Waar is de rapste oer een stik van 160 meter? Het reedrieden is in zuiverste vorm. Maar ik altijd als het winter wordt weer die striert. Hokker Ijsclub had de primeur van de eerste officiële wedstrijd. Hier bij buurtschip de Oelensprong onder de tienje wienen ze van hier nog de eerste, maar ook riepen ze de nijst. Ja, Nije Lamer. Nou ja, dan ben die mannen bij deze feliciteerd. Dan ben je de Oelensprong voor je hoor. Dat heb ik begrepen, ja. Die het toen is de meegje, meen ik. Ja. Ja, wij gingen toch dat die moeten mee gaan zodra de zoen, want die weegt altijd al rap. We gingen er net meer op rekenen, want dat wie al haast maaitiet. De sneeuwklokjes die bloeien al en weet ik wat al, de krookjes. En ja, toch nog weer winter. Hartstikke mooi. Als het nu liggen, denk ik dat het moeten jongen best kan. Nou ja, met het clubgebouw een beetje inrichting, want dat hebben we helemaal liggen en het zo renoveerd worden. Dat we helemaal alles uithalen, dat er met nog wat stullen naar de banken in en zulke dingen. Maar dat meisje moeten mee even kleer. Drokke dagen dus? Oh, een drokke dag. Dan is het weer kleer. Ja, we zijn er samen kleer voor. En dat moet ik, je moet erbij wijzen als er 4 is. Ja.